whistling girl among his flock of sheep. In a fold. Ik ben Harmen Scholten en mijn sprookje is het optreden van Woven Hand in 2010 in het oude Doorn Roosje. David Eugene Edwards was de frontman en nog steeds. Het was een broeierige zomeravond en het had flink gestormd. En daardoor zat Nijmegen eigenlijk zonder stroom. Op dat moment toen we hier aankwamen, in het oude Doorn Roosje dus, wisten we niet zeker of het optreden door zou gaan. Maar toch, op een gegeven moment pakte David zijn banjo en begon vier nummers te spelen. Hij zei, dit is het enige wat ik kan spelen, onversterkt, akoestisch. Maar bij het vierde nummer sprong opeens het licht aan en werd het optreden van Woven Hand een van de meest magische, bedwelmende optredens die ik ooit heb gezien. En dat is dus mijn sprookje. David Eugene from Woven Hand, 16 horsepower. And yes, the last show we played at the Doorn Roosje, the old location, the old building. I remember it was a really bad storm outside. The wind was going crazy, knocking trees down, and we started to play. We got about three or four songs in and all the power went out. And fortunately, you know, I have instruments that I can continue to play when the power goes out. And so I just picked up my banjo and started to walk to the front of the stage and started to play and played and sang until they were able to fix the power and turn everything back on, and then we continued on. But yeah, it was quite memorable.